Van Halsteren naar Kiberege in Tanzania, aflevering nummer 25. En de titel van dit stukje is Een heerlijk beschonken avondje. En voor we dit gaan voorlezen, moeten we wel bijzeggen dat je natuurlijk daar in de binnenlanden van Tanzania blij was met iets bijzonders. En een van die bijzondere dingen was toen we hoorden dat onze drankvoorraad via een container was aangekomen en daar maakten we op een zeker moment dan ook dankbaar gebruik van. Het volgende, Kiberege. Het was Frans, de accountant, die eigenlijk de eerste onrust verwekte toen hij wist te vertellen dat de container uit de Amalia, het schip, op het spoor stond op weg van Dar es Salaam naar Kiberege. Op zichzelf was dat niks bijzonders, want er waren al 8 containers met spullen gearriveerd, maar in deze stalen doos zat volgens hem 24 flessen whisky. Na maanden verstoken te zijn geweest van dit edele vocht, was de komst van whisky goed nieuws. Zo nu en dan, wanneer korte termijn bezoekers het project van raad en daad kwamen voorzien, brachten die uit Nederland soms een kaasje mee en een enkele keer een fles geestrijk vocht. Net genoeg om dan met z'n allen de lippen nat te maken, maar meer ook niet. Die whisky was een proefzending. Als het goed lukt, dan hebben we een kansje dat dergelijke zendingen herhaald worden, maar niet alleen sterke drank, ook levensmiddelen kunnen dan worden verstuurd. Ze hebben de container op het verkeerde station afgezet, vertelde Karoy, onze landbouwkundige man met een schipgezicht. Het was waar, de zaak was afgepikt in Ifakara en niet in Kiberege. Dus ze waren ons gewoon voorbijgereden. Ze wilden die wagon graag weer terugsturen, maar dat kostte dan wel een paar duizend shilling. Dat is erg, maar dat die whisky er niet was, sneed ons veel meer door de ziel. Een paar dagen later kwam de container dan toch in Kiberege. We begonnen onmiddellijk met het uitladen. Van alles zat er dit keer weer in. Keukenkastjes voor de nieuwe huizen, grote hoeveelheden verf, hooivorken en bietenrieken, zakken spijkers en zelfs volle gasflessen, maar we zagen bovenop een van de afgeladen baconwagens, 2 dozijn Ballantines whisky. Frans, die ook zo'n beetje de huismeester van het team is, had terstond een verdeling van dat goedje opgesteld. Wij kwamen met 6 flessen uit de distributie. Het gastenverblijf kreeg er ook 6 en Karoy zelf had er ook 6 en Frans natuurlijk ook. Nou, daar sta je dan midden in de Kilombero-vallei met zomaar 6 flessen pure Schotse whisky. Toen we s'avonds voorbij het huisje van Frans kwamen, riep hij dat de whisky koud stond en of we zin erin hadden. Dat kun je begrijpen. We waren er zo. Ik heb de anderen ook gevraagd voor een borrel, zei hij. Gezellig, zei Wilma, zijn vrouw, die glimlachend naar haar beide dochters keek, die ze zelf lesgeeft. En nu in het kleine zwembadje, gemaakt van grote stenen en een stuk dekzeil, speelden. Karoy was maar alleen, want zijn vrouw, Natasja, is tijdelijk in Nederland. Jan was er uit Lelystad uitgeleend door de Rijksdienst IJsselmeerpolders om hier de efficiëntie van ons machinepark te bekijken. En dan had je nog Rudy, gepensioneerd, die zo nu en dan klusjes in het buitenland verricht en nu ons door de grootste technische problemen op de werkplaats helpt. Als meest nieuwe eend in de bijt was er dan ook nog Tjeerd uit Groningen, die tijdelijk door de moedermaatschappij was uitgeleend om ons van dienst te zijn bij de definitieve afwerking van de watergangen en kunstwerken. Een uiterst geschakeerd gezelschap dat die avond tegen zonsondergang in de eenzaamheid van dat stukje Afrika aan de whisky begon. Laten we ervan genieten, zei Frans, terwijl hij het glas bijna plechtig hief. Proost! Het was eigenlijk de eerste keer dat we allemaal zo gezellig bij elkaar waren. De trekkers keerden na 6 weer uit het land, de chauffeur zwaaide vriendelijk naar ons bevoorrecht clubje op die veranda. Lazarus, een van de nachtwakers, kwam naar Frans om medicijnen, want hij had zo'n buikpijn. En Ali, mijn voorman, kwam vertellen dat de screper achter de caterpillar was omgeslagen en de trekhaak was gebroken. Dat zien we dan morgen wel en we wensten hem wel te rusten. De roodgloeiende zon zonk snel naar de bergtoppen. Het was windstil. De stof slierde in het veld na het passeren van de trekkers bleven eindeloos hangen. De hitte van de dag hing nog zwaar over het land. De thermometer had als maximum 35 graden gehaald. Tjeerd, die nieuwkomer, voerde het hoogste woord en het leek alsof hij in de tropen was geboren, terwijl zijn ervaring voorlopig niet veel verder strekte dan een half jaar Thailand. Rudy, van Indonesische afkomst,
luisterde zwijgend en nipte bedachtzaam aan zijn whisky. Maar wanneer je tegen de 60 aanloopt, maak je jezelf niet meer zo druk. Mzee Lap Lap noemden de monteurs. Meneer Poetskatoen heet dat omdat hij ontelbare malen per dag zijn handen afveegt aan poetskatoen. Ze mochten hem wel met zijn innemend karakter. Jan, die Buana Sa, meneer Horloge, wordt genoemd om vanwege zijn stopwatch, genoot van de avondval, en bekende ruiterlijk dat hij nog nooit in zijn hele leven whisky had gedronken en bovendien was hij nog nooit eerder in de tropen geweest. Een fles is gauw zeer gedaan en toen de zon wegzakte achter de bergrug was de eerste fles als soldaat. Karoy liep naar zijn huis en bracht een tweede fles. Gratis feestverlichting, zei Corrie, en ze doelde op de immense gras- en bosbranden tegen de berghellingen die nu, het donker werd, zich fel begonnen af te tekenen. Een adembenemend schouwspel. Het vuur vreet zich via een kolossale cirkel een weg. De eerste sterren verschenen en tegelijkertijd ook de horden muskieten. Maar de stemming werd daar steeds beter op. Er werden enkele goede moppen getapt. Wilma had nog zoveel besef dat de kleintjes nu een haastig gesmeerde boterham kregen en met een verhaaltje op de band naar bed gingen. Dieert, eerst zichzelf bijna voorbij praten, werd allang stiller en bleker. Opeens verdween hij en aan 11:30 was hij nog niet terug. Karoy ging kijken en vond hem slapend voor de deur van zijn hokje, terwijl een leger safari-mieren langs hem heen kroop. Wedden dat er toch nog een hoop van die ballenbijters in zijn broek zijn gekropen, zei Karoy, let maar op. Hij merkte het nog wel. Zijn woorden waren nog niet koud of Karoy zelf liet een schreeuw, want de bijterige safari-mieren waren nu in zijn eigen broek naar boven gekropen. Tjeerd werd in bed gestopt en kreeg zegen, de zegen van ons tot morgen vroeg. Inmiddels was ook de tweede fles klein en haalde Corrie bij ons thuis de derde uit de kast. Op dat moment begon Frans zich spijtig af te vragen waarom ze die 20 lege jerrycans die ook in de container zaten niet met jenever hadden gevuld. Frans, die vanwege zijn werk toch al niet veel in de zon komt en de grootste bleeknus is van ons allen, werd nog witter rond zijn neus waarbij hij steeds meer moeite had om nog wat uitgelegd te krijgen. Ook werd zijn gang steeds minder stabiel, maar morgen is het zaterdag, brabbelde hij nog, waarna hij, na nog een manmoedig ingeschonken borrel, die hij tenslotte liet staan, van het toneel verdween. Rudy proefde gestaag door en slaakte steeds een kreet en riep, maar dit is toch te gek, mensen! Wat, wees er toch wat zuiniger mee! Straks hebben jullie niks meer. Hij had natuurlijk wel gelijk, maar zo'n dolle avond is goud waard. De stemming, uiterst goed en spontaan en zoiets zou, wanneer het vooraf was gepland, nimmer tot een dergelijke verrassend resultaat hebben geleid. Jan verklaarde ronduit dat het leven heerlijk is en dat zoiets gezelligs maar zelden voorkomt. Hij heeft een kleur als een toerist. Zodra hij uit Tanzania vertrekt en in Nederland aankomt, gaat hij met vrouw en kindertjes herfstvakantie houden. Wat een bruin leven, zei hij zelf lichtjes, hikkend. Maar hij hakte de knoop door en gooide tenslotte de vierde fles in het strijdtoneel als bijdrage nu van de gasten. Het was tegen 2:00 in de nacht toen we allemaal weer in ons eigen hokje terug waren. Jan bekwam het na een moment plat op bed in zijn benauwde kamertje niet zo goed, want we hoorden hem haastig struikelend naar het pleetje rennen. De volgende ochtend hadden we moeite om op tijd het bed uit te komen. 2 aspirines waren onvermijdelijk. Rudy was er wonderlijk genoeg, maar toen hij om 8:00 een kopje thee wilde drinken, sloeg het noodlot toe en verschroefde de kater hem voor de rest van de dag stevig op zijn bed. Frans hield zijn kantoortje, dat van een verbouwde container is gemaakt, die dag hermetisch gesloten en was zijn bed niet uit te krijgen. Jan bekeek schuchter de nieuwe dag en zwoer nimmer meer ooit nog 1 druppel whisky aan te raken. Ach, we zijn allemaal nu weer terug op rantsoen, maar de stoom is er weer eens afgelaten en zo'n beschonken avondje smeet meer teamgeest dan uren diepzinnig zwammen over het nut van ontwikkelingshulp. Dank u, schrijfkouter.